Ik ben Max Kater. Ik heb hiervoor oefentherapie mensendiek gestudeerd. En op dit moment zijn we in het Amsterhuis, een van de Living Labs van Davia. Ik heb hier samen met een derdejaarsstudent van oefentherapie, wij samen de Fit met Pit lessen opgezet. Bewoners hier in het huis konden zich opgeven en dan konden ze eigenlijk elke donderdagmiddag met ons sporten. In dit Living Lab werken eigenlijk verschillende opleidingen samen. Dus dat kan ook zijn van een minor bijvoorbeeld of echt gewoon een opleiding. Het is toch wel wat ik merkte, vooral op de opleiding, is dat je krijgt natuurlijk allemaal dezelfde stof. Dus op een gegeven moment krijgen heel veel mensen ook dezelfde mening en daardoor blijft de spraak onderling een beetje weg. En nu kon je gewoon met elkaar ook een beetje sparren van oké, dit is onze mening, wat is jullie mening? Hoe kunnen we daar samen één plan in trekken eigenlijk? Maar voor mezelf weet ik nu ook gewoon dat nu in de praktijk, hoe ik de dingen die ik van hun heb geleerd ook kan toepassen voor mezelf. Wat ik meeneem in de toekomst van mijn eigen ervaring is met een breder zicht kijken. Gewoon niet alleen van dit is mijn idee en dat is het, maar ook gewoon echt luisteren naar de mensen en echt communiceren om echt voor mij dan als oefentherapeut echt de behandeling voor diegene te maken en niet van dit is wat de richtlijn zegt en that's it. We hadden bijvoorbeeld een vrouw die zei dat ze amper kon lopen en dat zei de fysio ook en na 4 weken zei zelfs de fysio van wauw, je kan weer gewoon op 2 benen lopen zonder dat je wiebelt. Ja, dat vind ik alleen maar mooi. Dat betekent dus dat ik heel goed heb kunnen inspelen samen met Charissa op wat zij nodig had.